Het is de achtste keer dat we de Week van Groenten en Fruit organiseren. Dit jaar is het rabarber en asperge die de grote vedetten zijn. En zoals elk jaar zijn er een hele reeks aan evenementen die daar ronddraaien. Het moet eigenlijk een beetje een autosalon worden van de groenten en fruit. Welkom op de Week van de Duurzaamheid, ook wel gekend als de Week of Sustainability. Dit is nu de derde editie. Vandaag is het openingsdag. We zijn aan Pias. Prachtige samenwerking met Frank Vol, de groentechef. En we hebben gezegd, we gaan samen de koppen bijeensteken. Dus in samenwerking met de Week van Groente en Fruit zitten wij hier. Ik ga praten over een supernieuw project met kids in scholen. Bon pour le climat is een project dat in Frankrijk voor mij een heel interessante partner zal zijn om heel het project We Are Smart World uit te dragen. Maar ook, zij gaan ons helpen om de Week van Groente en Fruit in Frankrijk te organiseren en ook de beste groenterestaurants in Frankrijk te gaan zoeken. Bon pour le climat is een initiatief que j'ai lancé en France en fin 2014. Par rapport à la COP21, pour mobiliser le monde de l'hôtellerie, de la restauration, autour de ce que nous appelons des menus bas carbone. Menus bas carbone pour que l'alimentation proposée dans les restaurants, les établissements, soit favorable pour le climat, c'est-à-dire que c'est des menus à base de produits de saison, d'origine locale et qui privilégient le végétal. De Groene Goesting is een project dat georganiseerd wordt vanuit Hotelschool ter Groene Poorten. En wat is het eigenlijk? Wel, men gaat de leerlingen van de afdeling catering grootkeuken aanleren om duurzamer, gezonder, evenwichtiger en meer met groenten en fruit te gaan koken. Maar ook aan te leren van zo weinig mogelijk afval te hebben. Het boek De Grote Groentebijbel van Europa is mijn 21ste boek over groenten dat uitkomt. Ons nieuwe kindje is juist gelanceerd. Het is al een bestseller. Er zijn er al meer dan 4000 van de hand gegaan. Samen met Mark de Klerk en Heikki Verdurmen hebben we dat boek gemaakt. De kers op de taart is echt het project Jazz Middelheim Gent Jazz, waar we deze zomer samen gaan werken en de Denk Groente, Denk Fruit filosofie gaan implementeren echt bij het publiek, bij de catering voor het groot publiek in de VIP, maar ook hebben we een controle en dan als ik zeg we, is het Seppe Nobels van Graanmarkt 13 en ikzelf gaan we dus, hebben we de recepten gecreëerd om die Denk Groente, Denk Fruit keuken te implementeren echt op het terrein.